klap. Eén keer in de zoveel tijd is het zover. Er komt er een nieuwe console uit. En ja, ik hou van dit soort momenten. Je verse console uit de verpakking halen. En ik heb hier de PlayStation 5. Komt natuurlijk officieel uit op 19 november. En wij mogen hem hier namens PlayStation al unboxen. Dat is precies wat we gaan doen. En als we eerst even kijken naar de doos, dan ja, is het een flinke jongen. Hij is letterlijk een paar minuten geleden binnengekomen. Hij is nog koud van de koerier. En hij is zwaar, hij is groot. Maar we weten al dat de PlayStation 5 een flinke jongen is. Dus ja, we kunnen nog heel lang naar de doos gaan kijken. Maar we kunnen hem ook gewoon openmaken natuurlijk. Om te kijken wat er precies in zit. Hij zit vast met plakkers. Kijken of ik hem niet meteen sloop. Papa, daar gaan we. Oh, alles gaat heen en weer. Zoals ik al zei, hij is zwaar. In de doos zit een doos met een mooi PlayStation logo erop. En daar gaan we. Oei. Ik doe het even zo. Natuurlijk hebben we de nodige boekjes. Ik heb hem hier al, de DualSense controller. Gaan we zo naar kijken. Stroomkabel. USB naar USB-C kabeltje. De voet. High speed HDMI kabel. Jawel, daar is die. Oh jongens. Hop. Even aan ruiken. Wat een ziek idee. Wauw. Dit is de PlayStation 5. En dan hebben we hier de DualSense controller. Wat meteen opvalt al voor, als je hem voor het eerst vastpakt, is dat de grip is wijder dan je gewend bent van de DualShock 4. Maar hij voelt goed. Hij voelt heel lekker. Nou, als we hier kijken naar de PlayStation 5, zien we hier voorop een USB-poort. Hier nog een USB-C-poort. Hier is de eject-knop, de power-knop. Achterop twee USB-poorten. Hier gaat je Ethernet-kabel in. Hier een HDMI-poort, voor naar je scherm natuurlijk. En hier de power-kabel. Nice. En dan weer hier nog de voet, waar je hem natuurlijk op kan zetten. Dat ga ik straks allemaal even uitvogelen hoe dat precies werkt. Nou ja, dit is dus wat je krijgt als je straks een PlayStation 5 in huis haalt. En zo gaat je unboxing ervaring eruit zien. En dit is dus de PlayStation 5. Nou, wij gaan hem de komende weken, ik wil bijna zeggen binnenste buiten keren, maar dat is wat we hier gaan doen. We gaan hem wel aansluiten. We gaan hem testen, we gaan de games die ervoor uitkomen, gaan we spelen. En dan komen we, wanneer het mag, terug met onze review over de PlayStation 5. En wil je dat niet missen, en ik beloof je, dat wil je niet, abonneer dan op dit kanaal, dan zit je sowieso vooraan met het laatste nieuws over de PlayStation 5. En laat me vooral ook weten in de comments, komt de PlayStation 5 ook straks bij jou thuis te staan. Nice man. Nou, ik weet al wat ik ga doen de komende dagen.